En vandaag is ons topic betrouwbaarheid van auto's. Meer bepaald de SSD-resultaten. En om ons daar alles over te vertellen, heb ik Sebastiaan Stevering uitgenodigd. Hallo. Dag, Sebastiaan. Goedemiddag. De SSD-resultaten, je vertelde me dat zijn de Statistic Survey Department-resultaten. Exact. Ja, dus dat is all dus... about measuring. Ja, dus dat is inderdaad ons departement. Wij zijn gespecialiseerd in statistical surveys over heel Europa. En dus we sturen de hele tijd enquêtes uit naar consumenten over Europa om na te gaan wat dat hun ervaringen zijn. En deze keer ging het dan specifiek over de betrouwbaarheid van auto's. Ja, dus jullie hebben in heel Europa de consumenten bevraagd. Op zeer diverse criteria trouwens. Maar hoe meet je dat nu? Ja, betrouwbaarheid meten, dan moet je eigenlijk vrij veel informatie over de auto hebben. En daarom vragen we ook een uitgebreide vragenlijst, waarbij we kijken wat de leeftijd van de wagen is. We kijken ook naar het aantal kilometers per jaar waarmee ze gaan. En dan welke problemen ze al hebben meegemaakt met hun auto en hoe ernstig dat die problemen waren. Dus in hoeverre heeft dat een grootschalig probleem voor het gebruik van de auto met zich meegebracht. En dus in totaal verzamelen we dus over 18 verschillende criteria met nog eens subcriteria. Alle problemen van die wagens. En we kunnen dat dan gaan vertalen naar een index die een betrouwbaarheidsscore gaat geven op 100 punten. En dat geeft ons ook de mogelijkheid om die vergelijking te gaan maken op modellen, op verschillende merken en op andere niveaus ook. En hoeveel merken, hoeveel auto's, modellen hebben jullie getest? We hebben dus 30.000 mensen ondervraagd over hun wagens, over 8 verschillende Europese landen. En we doen dat iedere 2 jaar. Dus dat helpt ons ook om over de jaren heen resultaten te vergaren. Oké. En wat zijn nu de meest interessante resultaten die jullie verkregen hebben? Dus ten eerste, wat ook bemoedigend is voor de enquête zelf, is we vroegen van wat zijn nu de belangrijkste aspecten waar u naar kijkt wanneer u een auto koopt. En daar is de absolute top, de betrouwbaarheid. Het is natuurlijk, dus dat is een heel relevante dus enquête. Het is wel logisch ook dat mensen dat zeggen. Het is het lastigste aan naar de garage te moeten gaan met een probleem, et cetera. Dus ja, en betrouwbaarheid. Gevoel van veiligheid. Voilà, exact. Ja. Dus dat komt er sterk uit. Daarna is het de prijs en daarna is het de noden van de familie, hoeveel kinderen groot, er zijn, klein, et cetera. Snel, traag. Ja, voilà. En dan nog ten tweede wat dat we hebben gemerkt is, wat zijn de meest voorkomende problemen met de auto's? En daarin zien we dat de elektrische onderdelen veruit de grootste categorie daaronder zijn. Daarna zijn het de remmen en daarna zijn het de onderdelen die gelieerd zijn aan de verbrandingsmotor zelf. En op plaats nummer 4 hebben we nog eens de motorelektronica, dus de elektronica die er rond zit. En op plaats 5 hebben we de infotainment. Maar dus opvallend, als je alle elektronica-onderdelen gaat optellen en die samen gaat nemen, dan zie je dat ongeveer een kwart van de auto's toch wel al een probleem met enige elektronica heeft ervaren. Dus dat is wel duidelijk het grootste probleem van wagens nu. Ten opzichte van vroeger, waarbij het veel meer mechanische problemen waren. En dan ten derde kunnen we ook die verschillen in de betrouwbaarheid gaan meten op de verschillende aanvoermechanismen. En daarin merken we dat de elektrische en de hybride wagens, die hebben over het algemeen een betere betrouwbaarheidsscore dan de verbrandingsmotoren. En bij de verbrandingsmotoren is het dan de benzine die het beter doet dan de dieselmotoren. Dat is vanwege het feit dat de dieselmotoren zijn complexer en complexer geworden door de uitstootnormen. En dat heeft ook zijn impact gehad op de betrouwbaarheid van die motoren. Ja, hoewel ik toch wel wat vrienden heb die een elektrische auto hebben en daar best ook wel wat issues mee hebben. Ja, er zijn... Er is er eentje, is in zijn Tesla opgesloten geweest en...
Ja, ik had geen manier om eruit te geraken. Het ding met elektrische wagens is, we gaan er ook nog op terugkomen, het heeft zijn quirks. Laten we zeggen. Het is vaak experimenteler. Er zijn ook veel meer merken die naar net begonnen zijn met wagens te bouwen. Dus zijn het kinderziekten? Kunnen we het daaronder catalogeren? Daar kunnen we het zeker onder zetten. Hè. Ja. Er zijn nu eenmaal bepaalde zaken waarvan ze zeggen van daar was het ook op. En ook bij de merken zien we dat specifiek. We gaan eens kijken. Hè, want meestal noemen wij hier geen merken, maar we gaan nu echt wel expliciet een aantal winnaars en misschien verliezers opzommen. Maar, helaas één verliezer, maar later meer. Nu, algemeen, wat kunnen we zeggen? We zien dat de Japanse en de Koreaanse merken, die staan wel algemeen aan de top van de betrouwbaarheid. En dat is ook al jarenlang zo. We hebben die enquête al vaker gedaan en we zien dat die elke keer terugkomen. Nu, de redenen daarvoor zijn iets conservatiever op vlak van vernieuwing. Die gaan pas nieuwe systemen implementeren wanneer dat ze ook echt al bewezen zijn. Een nieuw motorblok is vaak een oud motorblok met enkele kleine aanpassingen aan. Mm-hmm. Maar dat zorgt ervoor dat hun motoren zeer betrouwbaar zijn en hun auto's algemeen zeer betrouwbaar zijn. Mm-hmm. En dat vinden we dan ook hier terug in onze enquête. Dus in de top 5 vinden we Lexus, Suzuki, Subaru, Toyota en Cupra. Cupra is de uitzondering, want dat is een Europees merk. Het is een dochtermerk van Seat. Mm-hmm. Maar het is ook nog een zeer nieuw merk. En we gaan er dus vanuit dat het nog niet de tijd heeft gehad om pannes te hebben, om dan ook een zwakker betrouwbaarheidsresultaat te krijgen. Dus het is een uitzondering, maar we zullen zien of het de tand des tijds zal doorstaan. Wat we ook hebben gemerkt door in de jaren is dat de merken wat dichter bij elkaar zijn gaan scoren, wat op zich goed nieuws is, want dat wil zeggen dat ze eigenlijk allemaal kwalitatiever en dichter bij elkaar aan het komen zijn. Ook luxe merken scoren niet sowieso beter dan de goedkope merken. Dat is het is iets waar mensen vaak van uitgaan. Ik ga een duurdere auto kopen, want die gaat betrouwbaarder zijn, maar dat is dus niet zozeer het geval. Tesla, we hadden het net over elektrische wagens. Tesla heeft net een goede verbetering gemaakt ten opzichte van vroeger, waar dat inderdaad met die kinderziekten te maken hadden. Mm-hmm. En vooral met hun Model Y heeft een zeer goede score neergelegd. En dat heeft Tesla algemeen naar boven getrokken. En dan de slechtste leerling uit de klas, dat is Land Rover. Die hebben een score van 64, terwijl het gemiddelde eerder rond de 80 ligt. En Opel, die hebben 76. Dat is onze tweede slechtste leerling. Oei, ja. Nu, ook niet zo'n positief nieuws, vooral die Europese merken. Hè. We willen allemaal shop local, maar eigenlijk zeg je dat die Japanse, Koreaanse merken dan ook nog eens zeer goed scoren. En vaak qua prijs ook wel best oké zijn. Hè. Maar ja, kijk, het is zo. Surveys liegen niet. Maar zoals ik ook al had verteld, de resultaten liggen dichter bij elkaar dan vroeger. Het is wel zo dat, laten we zeggen, elk Europees merk heeft ook een degelijke score, maar het is natuurlijk een vergelijkende studie. Ja. En dan zien we dat de Japanners en de Koreanen toch nog steeds dat ietsje beter zijn. Ja, en om in die regio te blijven, waar kijken we naar uit voor de volgende enquête? Ja, dus nu zijn er bepaalde Chinese merken die op de markt komen met elektrische modellen. En we hebben daar nu nog niet genoeg ervaringen voor binnengekregen om daar een betrouwbaar resultaat van de betrouwbaarheid te kunnen weergeven. En dus we kijken echt uit naar die toekomstige resultaten. Ook algemeen, elektrische wagens is een interessante studie om te doen vanwege het feit dat de elektrische motor is een eenvoudiger dan verbrandingsmotoren. Dus op dat vlak doen ze het beter. Maar anderzijds hebben ze dan vaak veel elektronische snufjes en gadgets en over-the-air updates, waarmee het allemaal wel eens mis kan lopen, zoals u net ook zei met het verhaal van opgesloten te zitten in de wagen. Dus, echt gebeurd. Echt gebeurd. Dus dat is allemaal nog iets waar we naar uitkijken. Dus de Chinese merken en dan elektrische merken algemeen kijken we naar uit wat de resultaten daarvan zullen worden. Oké, wel bedankt om ons dat te komen vertellen. Dit kan ook nog op de website terug bekeken worden, veronderstel ik. Het artikel staat ook op de website en we hebben het ook gepubliceerd in het magazine. Fantastisch. Merci en tot de volgende keer. Dank je wel. Dag.